En in mijn filmpje zie je mij dus eerst in het ijsbad stappen en ijsbestendig worden door Wim Hof. Welkom bij aflevering 24 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Lihapo en zoals iedere week praat ik weer met een hele inspirerende ondernemer. Ga naar www.ondernemerspassie.nl/gratis-podcastlessen als je zelf ook wil gaan podcasten. Deze week praat ik met Gideon Tailleur en hij ademt en leeft marketing. Als eigenaar van Business Tailors en G-Tal zorgt hij ervoor dat jouw marketing verandert in sales. En dat doet hij heel erg creatief, zoals het beklimmen van de Kilimanjaro of zichzelf onderdompelen in een ijsbad. Luister naar Gideon Tailleur. We gaan van start. Vandaag praat ik met Gideon Tailleur en hij is echt de meest passievolle retail marketer waar hij dagelijks zelf mee werkt, al zegt hij het zelf. Ja. Gideon, welkom. Ja, dankjewel. Ja, dat klopt. Ja, ik adem, ik leef en ik beweeg marketing. Ik ben Gideon Tailleur, 34 jaar, Amsterdammer. En ik heb G-Tail opgezet, waarbij ik me volledig bezighoud met marketing. Inderdaad, maar G-Tail is niet het enige waar je mee bezighoudt. Dus zou je misschien de luisteraars die jou niet kennen kunnen meenemen in welke bedrijf je nu zit en misschien de weg daarnaartoe? Ja, ik ben al 10 jaar heb ik marketingervaring, waarvan 8 jaar bij KPN en Heineken. Sinds een jaar geleden eigenlijk ben ik voor mezelf begonnen met G-Tail. En dat was puur ook vanuit mijn bloghistorie. Ik blogde voor de adformatie. En dat werd gewoon goed gewaardeerd, waardoor ik dacht van, hé, hier moet ik iets meer mee doen. En vooral met de inzichten die ik heb. Want continu ben ik altijd bezig met wat beweegt merken om zich om de doelgroep eigenlijk te bereiken en te activeren. En hoe kan dat eventueel anders of hoe zou ik het zelf gedaan hebben? En zo ben ik een jaar geleden G-Tail begonnen. En ben ik in eerste instantie heb ik 4 maanden lang voor WorldChild nog een project gedaan. Om vooral bedrijven die iets met MVO willen, om die te activeren. Om ook in combinatie met WorldChild de marketing daarop te richten. In plaats van alleen maar geld te doneren en je logo. En sinds 2 maanden ben ik eigenlijk verder gegaan, samen ook met een oud collega van mij bij KPN. En zijn we Business Tailors gestart, een marketingbureau waarbij we echt klanten en vooral MKB plus bedrijven die een beetje aan het stoeien zijn met er is online marketing, traditionele marketing, hoe moet ik nou mijn doelgroep bereiken en hoe kan ik dat nou op een kostbewuste manier zo goed mogelijk doen. En je ging er net even heel snel overheen, WorldChild, maar je hebt meer gedaan. Hè? Je bent ook de Mount Kilimanjaro heb je beklommen. Klopt, ja. Dat is eigenlijk in mijn project heb ik in 4 maanden tijd heb ik getraind om de Kilimanjaro te gaan beklimmen. En in de tijd daarnaartoe heb ik eigenlijk allemaal activiteiten gedaan. Zo heb ik bij Wim Hof in het ijsbad gezeten. Ik heb de hoogste afzaal ooit gedaan. In Nederland, vanaf de Nationale Nederlanden, het hoogste gebouw van Nederland, in Rotterdam. En daardoor, ik bedacht ideetjes voor bedrijven, zodat zij mij, zodat zij gingen doneren aan WorldChild. En ik zette me dan weer vrijwillig in als marketeer voor dat bedrijf. En de hoogste abzaal heb ik in Rotterdam gedaan dus. Maar ik heb het Osseworstmerk Amsterdammertje benaderd van, hoe vinden jullie het als ik dat in jullie shirt ga doen? En zo kwam ik zelfs in de metro terecht. 2 maal met Amsterdammertje veroverd Rotterdam. En dat is voor hun eigenlijk veel meer waard dan slechts je logo te presenteren bij een goed doel. Dus voor hun is dat een goede manier om te investeren. Ja, ik vat hem helemaal, want dit is niet zomaar iets. Je omschrijft het zelf ook als een ludieke actie. Ja. Hoe ben je op deze ideeën gekomen? Ja, eigenlijk vanuit WorldChild was het idee om de hoogste abzaal te doen. En dat is in Rotterdam. En dan begint het voor mij pas. Voor veel is het dan van, ik ga bij mijn vrienden in de omgeving, ga ik geld vragen. Zodat zij mij doneren om dat te doen. En ik heb dan juist het idee van, er moet meer in zitten. En ook voor merken. Want merken, je ziet tegenwoordig zo dat ze met MVO betrokken en daarmee bezig zijn.
samen met videocontent. En voor mij was dat een optelsom van videocontent en MVO. Ja, daar zit iets in voor merken. Dus ik heb er ook een filmpje van gemaakt. En wat ik ook net aangaf, bij het ijsbad, in een ijsbad met Wim Hof, de Iceman. Ja, dan... Ik ken hem en ik ben fan. Ja, 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 ja. Wie niet ja, tegenwoordig. Ja, ja. Hij is helemaal, helemaal hot. En ja, wat ik heb gedaan is eigenlijk, ik ben mee in het ijsbad gestapt. Ik heb dat gefilmd. En vervolgens ben ik bij het bedrijf IJskuipje binnen gegaan. En heb ik gevraagd of zij een donatie over hadden voor World Child als ik hun naam eraan koppelde. En in mijn filmpje zie je mij dus eerst in het ijsbad stappen en ijsbestendig worden door Wim Hof. En op het eind zeg ik dan van ja, ik ben nu bestand tegen ijs. Of ik kan, ik ben nu ijsbestendig. Alleen ik ben niet bestand tegen elk ijs. En dan loop ik IJskuipje binnen. En wat voor hun dus weer leuke content is. Ja, en zo ben ik eigenlijk continu altijd bezig van hoe kan je haakjes vinden en leuke, op een leuke manier ook maken. Dat mensen met een glimlach kijken, maar dat het wel iets serieus ook weer is door een goed doel. En dat is gewoon een goede optelsom, denk ik. En Wim Hof, kan je ook daadwerkelijk ijsbestendig maken? Heeft hij een of andere tactiek wat hij je snel kan leren? Wim Hof is zeker, die heeft zeker goede kwaliteiten daarvoor. Hij laat je namelijk de mens, en dat is eigenlijk ook, is identiek aan het leven en aan ondernemen. Mensen die gaan dingen uit de weg vanuit angst. En hij zegt van ja, je moet juist heel rustig blijven. Het zit allemaal in de ademhaling. Je moet op een speciale manier ademhalen, ook als je in een bak bij wijze van spreken zou springen. Want dan kan je van binnen kan je lichaam helemaal controleren. En mensen raken juist, en een bak ijs of een bak, dat is het juiste voorbeeld, dan raak je in paniek, waardoor je lichaam onderkoeld raakt. En hij weet zich juist zo rustig te houden, dat hij zijn lichaam kan controleren. En ja, dat is eigenlijk een spiegel ook voor het leven en ondernemerschap. Want ook veel mensen die, ook toen ik bij KPN wegging, zeiden mensen, ik zou dat graag willen, maar ik heb mijn leventje hier en ik kan dat niet loslaten. Want het is een bepaalde manier van leven die je los moet laten als je gaat ondernemen ook. Een zekerheid, hè? De zekerheid, ja, dat is het vooral. De zekerheid, die moet je loslaten. En dat is waar de meeste mensen, die lukt dat niet. En nu de hamvraag, hoe heb jij dat gedaan? Ja, voor mij, een jaar geleden zat ik bij KPN. En ik zag, KPN ging jaar op jaar, ging het gewoon wat slechter. Ik heb een mooi project mogen doen door een nieuwe winkelformule uit te rollen. En op een gegeven ogenblik was dat redelijk stabiel. We hadden van één winkel, één flagship store, naar 20 winkels. En ja, toen zag ik gewoon steeds meer dat mensen meer hun eigen functie gingen managen, dan dat ze met een langetermijn bedrijfsstrategie bezig waren. En ja, het kostte me gewoon zoveel energie, dat ik heb gezegd, in overleg ook met mijn manager van, dit gaat me te veel energie kosten. En mijn grote droom is om voor mezelf te gaan. En toen, dat was eigenlijk voor mij de stap van, ik denk dat ik ben nu 34, ik heb nog geen kinderen, ik ben nog niet getrouwd. Dus dit is het moment dat ik voor mezelf moet gaan beginnen. Ik zit eventjes terug te, wat je net ook aangaf, van eigenlijk zijn ze niet bezig, die mensen, die collega's met het bedrijf, maar meer om hun eigen positie sterker te houden. Ja, klopt. En wat mis jij erin? Nou, ik ben van oorsprong wat ondernemend gedreven. Dus ik wil echt een bepaald resultaat. En ik wil altijd het gevoel hebben dat hetgeen wat ik doe, dat oprecht en eerlijk behaald is. En als je dus, daarbij hoort dus niet dat je met bepaalde cijfers. Iedereen kan zijn eigen succes claimen, bepalen door bijvoorbeeld likes te kopen op Facebook. Ja, je kan 100.000 likes kopen, of je kan ze proberen eerlijk te behalen. En het hoeft niet eens zo duur te zijn. Alleen heb je zelf het gevoel dat je het dan hebt behaald of niet? En dat is wat je meer ziet, dat mensen meer bezig zijn met het resultaat dan wat daadwerkelijk het resultaat is voor het bedrijf. Oké, dus jij bent zelf heel resultaatgericht. En je doet niet zomaar wat, hè, want je bent ook marketing, maar er moet ook daadwerkelijk een
ROI uitkomen, return on investment. Klopt, dat vind ik het belangrijkste eigenlijk. Dat hetgeen wat je doet, dat het niet alleen een beetje het oppoetsen van de cijfers is, maar dat je ook daadwerkelijk resultaat hebt geboekt. En dat je hetgeen wat je doet en de knop waar je aan draait, dat ook de juiste knoppen zijn. En daar leer je ook het meeste van, denk ik. En hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat bedrijven niet allemaal in een ijsbad gaan springen of gaan upzeilen. Wat is de middenweg? Eigenlijk de middenweg, het is een kwestie van vooral doen. En het klinkt zo, het is zo'n open deur, maar alles wat ik probeer, alles wat ik adviseer mijn klanten, heb ik over het algemeen zelf al uitgeprobeerd voor mijn eigen marketing. Daarmee ervaar ik al wat werkt wel, wat werkt niet. En welke wegen kan je inslaan. En het kost me ook veel tijd en energie die je erin steekt. Maar daardoor weet je wel wat het beste resultaat kan bieden. Oké, en zijn er bepaalde technieken die je gebruikt? Want ik zag op je website, zag ik ook staan, een filmpje van Darren Brown bijvoorbeeld. Nou, die volg ik ook. Ja, die is heel erg bezig met NLP, een soort hypnose. Zijn dat ook technieken die je gebruikt? Nee. Ik vind meer. Mijn eerste baan was eigenlijk was in de sales. En dat was voor een Amerikaans, de grootste wijnproducent ter wereld. En wat ik het meest interessante daaraan vond, is dat het was een salesjob, maar het had eigenlijk veel meer weg van marketing. Want ze waren continu bezig met wat is het consumentengedrag, hoe kun je mensen bewust en onbewust sturen naar een aankoop van hun product. En in wijn is dat dus van, ja, je moet je wijn laten zien met kaas, met vleeswaren. Overal moet je je wijn laten zien, eigenlijk, behalve bij het wijnvak zelf. Want op het moment dat je bij het wijnschap bent, dan is het al te laat. Want dan is de keuze enorm. Ja, eigenlijk moet je al daarvoor zorgen dat je bij de consument in het mandje ligt. En of dat je bent gezien, want helemaal in wijn is een impulsief aankoopproduct. En de gemiddelde verkoopprijs is rond 4 euro. Ja, mensen kopen ook weer op etiket. En ja, ze waren daar zo mee bezig. Dat integreerde me zo erg. Dat ik juist daar mee bezig ben. Van hoe kan je de klant bewust, onbewust laten kiezen. Heb je een leuke techniek die je gebruikt hebt? Want ik lees ook dat je zegt dat maar 5% van de consumenten de wijn kan onderscheiden. Dus ik voel me nu wel een heel stuk beter. Ja, en de overige 95% maakt zijn keuze op basis van marketing. Ja, sterker nog, ik denk dat dat met alles in het leven is. Ik denk dat 5% van de mensen iets überhaupt in het product waar ze mee bezig zijn iets kunnen onderscheiden. En de rest is allemaal wordt beïnvloed door alles eromheen. Dat kan het moment zijn, dat kan het, bij wijze van spreken het personeel al zijn. En ook een stukje, hoe zeg ik dat? Het kijker, nu ben ik hem even kwijt. Maar ja, je verwachtingspatroon, de verwachting die je hebt van een bepaald product, als je bij een restaurant gaat eten. Ja, bij een chic restaurant is je verwachting veel hoger dan bij een minder restaurant. Maar en heb je misschien een voorbeeld hoe je daarbij, even kijken, het bedrijf wat Gallo Winery? Ja, Gallo. Gallo, uiteraard. Gallo Winery. Een manier hoe die wijn dan is aangeprezen. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, ja, wat ik al aangaf. Zij wisten dat als je naar de supermarkt gaat, om een voorbeeld te geven, zij wisten dat maar de gemiddelde consument maar 3 impulsaankopen doet. Waarvan eentje is, wijn is een impulsaankoop. Dat is niet zo als cola of wc-papier, om het zo te zeggen. Het is een impulsaankoop over het algemeen. Dus zij zorgden ervoor dat je de display in het begin van de winkel had. En dat je dan een kaartje deed, nu 5 euro, wat de normale prijs is. Terwijl de gemiddelde aankoopprijs, was rond, nu heb ik het over 10 jaar geleden, was dat rond de 2,50, 3 euro. Dat is inmiddels hoger. Maar
op die manier zorgde je ervoor dat ze toch een duurdere wijn pakten. Ah, en, we worden gehersenspoeld. Nou ja, kijk, het is een soort stukje hersen, maar op dat moment is je vergelijking die is weg. Want als je dan al die wijnen ziet, dan denk je, oh ja, ik kan best wel een van 3,50. En dan denk je, oh, die van 5 euro is eigenlijk duur. Maar op het moment dat je me in... dat heeft iedereen... een leuker voorbeeld is... als je bij een hele luxe winkel bent en je ziet een wit t-shirtje, dan denk je, wauw, 30 euro, dat is goedkoop. Die neem ik wel mee, want je ziet allemaal dure jassen en dure truien. Maar als je datzelfde t-shirtje bij de H&M of in de Kalverstraat ziet, waar omgeven door de H&M's, dan denk je, ja, 30 euro, ik ben wel gek als ik 30 euro voor een t-shirt ga uitgeven. Ja, dat is ook zo. Dus eigenlijk met die wijn heb je een soort te maken met priming. Dus je schept een referentiekader voor de consument. Exact. Die heeft 5 euro in zijn hoofd en die komt eraan en denkt, hey, het valt allemaal wel mee. Exact. En die gaat ook blij weg. Want die denkt, ja, ik heb een goede deal gedaan, 5 euro. En daar gaat het ook weer om het gevoel goed te geven. En een consument moet dan achteraf niet het gevoel hebben, ja, ik ben mijn lazer. Nee. Nee, zeker niet. Dan ben je verder van huis. Dat is wel belangrijk. Je moet wel de juiste kwaliteit daarvoor geven. Want op het moment dat je dus bij dat kleine boutiekje de t-shirt koopt voor 30 euro, dan moet het niet zo zijn dat datzelfde t-shirtje voor de helft van de prijs in de Kalverstraat, hetzelfde t-shirtje. Als het een ander t-shirtje is, dan zal iemand daar toch anders mee omgaan. Want de kwaliteitsperceptie in je hoofd is gewoon anders op dat moment. En ik zie ook op jullie website staan, hè, businesstailors.com, dat jullie ook heel erg zijn van de videocontent. Ja, kijk, zelf ben ik een grote voorstander van videocontent, laat ik het zo zeggen. Ik zie dat punt 1 is natuurlijk een goede manier om je product of je bedrijf onder de aandacht te brengen. Zelf maak ik er ook gebruik van bij G-Tail. En ik zie dat heel veel zorgt voor... Dat je mensen op jouw manier kan motiveren. Dus je kan je boodschap heel makkelijk onder woorden brengen. Ja, daar geloof ik in. Maar je moet wel daadwerkelijk je boodschap klaar hebben. Wat is nou echt de boodschap die je jouw doelgroep wil overbrengen? En daar slaan veel bedrijven of merken de plank wel eens. Omdat ze dat niet voor ogen hebben. En dat zie je zelfs op de tv-reclames. Want dat is videocontent, maar ook online. Ja, dus er zijn verschillende manieren voor videocontent, maar ook... Wat gaat er nou mis in Nederland op dat gebied? Want ik heb altijd het idee dat Amerika veel, veel verder loopt met internetmarketing. Kan je een paar voorbeelden geven waarbij je zegt, nou, in Nederland doen ondernemers, maakt niet uit of het grote ondernemers zijn of midden- en kleinbedrijf of zzp'ers, wat moeten zij beter doen? Ja, wat ik al aangeef, het belangrijkste om een consistente en een duidelijke boodschap eraan te geven. En wat je bijvoorbeeld ziet bij sommige merken, is dat je een daadwerkelijke verkoopboodschap ziet, dat het te commercieel wordt. Dat kan, maar dan moet het wel interessant genoeg zijn, of dan moet je dat van tevoren al zo aangeven. Ja, ik denk, wij Nederlanders zijn ook wel weer vrij nuchter. Wat je in Amerika nog wel ziet, is dat de echte feel-good videocontent zal het daar heel goed doen. Wij zullen daar wat meer moeite mee hebben. En daarnaast, wat ook de Nederlanders natuurlijk hebben. Amerikanen, die zien heel sterk, oké, videocontent, al is het zo goed. Het is niet, dat alleen op zich is niet goed genoeg. Je moet er een hele strategie achter hebben om het ook onder de aandacht te brengen. En wil je echt een succes, dan moet je er geld in steken. En dat is wat bijvoorbeeld een Heineken heel goed doet. Die claimt viral succes, maar ik doe dan viral altijd tussen haakjes. Want ik heb zelf het idee dat ze daar een flink budget voor over hebben om het viral te maken. En dat is wat veel bedrijven eigenlijk niet echt doorhebben. Die kloppen aan van, ja, ik wil een viral filmpje. Maar ja, je succes moet je toch uiteindelijk nog zelf ook realiseren door de juiste strategie achter te zetten. Oké. Zeg, Gideon, is er nou, je bent nu voor jezelf begonnen, je bent een zelfstandig ondernemer. Ja. Ik ben wel benieuwd, hè? Het is ook, kan best lastig zijn soms. Kan je ons meenemen naar het moment dat het voor jou lastig was? Of dat je dacht van, nou ja, ik ga toch de verkeerde kant op. Of ik moet eigenlijk weer in loondienst.
Ja, dat het vertel, vertel. Is dat, ik, dat ik heb gedacht, ik moet terug in loondienst. Dat heb ik nog niet gehad. Sinds ik weg ben eigenlijk, en voor mezelf ben begonnen, heb ik nog alleen maar gedacht, dit is de stap die ik altijd had willen maken. En dit is de juiste stap. Alleen, ja, dat tegenslag. Ja, ik ben nu 1 jaar aan het ondernemen. Wat ik meemaak is dat in ondernemersland is dat totaal niet veel. De tijd vliegt echt aan me voorbij. Ja, het, bij een standaard bedrijf waar je in loondienst werkt, gebeurt dat ook. Alleen dan heb je 1 keer per maand heb je een bepaalde beloning die je toch vergoedt voor de arbeid die je hebt verricht. En als ondernemer ben ik 2 keer zo hard aan het werk. Alleen die beloning die komt dan niet 1 keer per maand. En nou ja, in het begin vooral, toen liep ik tegenaan. Ik heb al, van alles al meegemaakt. Wanbetalers, ja, bedrijven die op het laatste moment toch besluiten nog niets met je te doen. Of al met een andere partner, tenminste met een andere aanbieder in zee gaan. En ja, ik heb daarin een aantal tegenslagen gehad. Maar ja, je moet daar ook geduld in hebben. En je moet niet het gevoel hebben dat je het niet gaat redden. Maar juist, die tegenslagen moet je ook weer beter gaan maken. En daar moet je van leren. En ja, ik denk dat vertrouwen hebben, dat is het belangrijkste. En ik merk het nog steeds. Ja, als ik bij KPN was gebleven, 1 jaar geleden, dan... ja, ik denk dat ik 4 keer zoveel op mijn bankrekening had staan dan nu. Maar op dit moment, ja... Geld is dan opeens zoveel minder belangrijk. En dus ook die zekerheid. En dat merk je wel. En daar, ja, daar leer je mee. Dus wat maakt dat je daar, dat je toch doorgaat? Ja, omdat je het gevoel hebt dat je ergens mee bezig bent. En je hebt een missie en een visie. En ik ben continu. Er is geen dag dat ik stil zit of dat ik niet aan het leren ben eigenlijk. Je bent jezelf continu aan het opleiden. En ja, vooral dat vertrouwen en die je ook erin moet houden. Want af en toe is het vertrouwen ook wel eens een moment kwijt. Maar ja, dan moet je weer iets nieuws verzinnen, waardoor je wel weer het vertrouwen in jezelf weet te krijgen. En heb jij een methode die je gebruikt om, weet je, misschien zit je wel eens in dip of iets valt tegen, waardoor je jezelf toch er doorheen slaat? Ja, ik heb een bepaalde discipline moet je ook houden. Wat ik zelf ervaar is, focus is belangrijk, consistentie en die discipline. Zo sta ik 3 keer per week om 6:30 op om te gaan sporten. En toen ik, ja, dat heb ik eigenlijk toen ik voor een baas werkte, dacht ik altijd, ja, mijn wekker die gaat echt niet voor 7:30. Ik ben gewoon geen ochtendmens, dus dat, dat zit er niet in. En als mensen heel vroeg een meeting inplannen, zei ik van ja, dat kan, maar dan ben ik niet fysiek aanwezig. Ik ben gewoon niet voor 8:30, 9:00 op kantoor. En nu sta ik dus om 7:00 in de sportschool en ben ik om 8:00 ben ik klaar, topfit. En ga ik 7:45 achter mijn laptop zitten. En ja, dat is... Dat is nou die passie, hè? Dat is die passie, denk ik, maar ook die... Ja, 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 dat, en het feit dat je het wil laten werken. Ik heb die stap gezet, dus dan moet ik het ook laten werken. En ja, dat is denk ik het belangrijkste. En hoe zorg je nou dat je alles op een dag voor elkaar krijgt wat je voor elkaar wil krijgen? Dat is altijd wel een struikelblok. Ja, bij mij dan. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Want ook, ja, voor mezelf is het ook vaak een struikelblok. Dat heeft er vooral mee te maken met focus. En ja, jij gaf al aan dat je veel... podcast luistert, ik doe veel blogs lezen. We worden vandaag de dag zo overspoeld met informatie. En dat zorgt er ook weer voor dat ik continu... ja, ik kan bij wijze van spreken met 5 blogs tegelijk bezig zijn om te schrijven. Omdat ik gewoon uit enthousiasme denk ik... Oh ja, daar wil ik over bloggen. En daar. En ja, hoe krijg je het voor elkaar dat je de dingen bereikt op een dag zoals je dat wil? Dat is vooral... door een strakke planning te maken, als je echt deadlines hebt. En wat wil je aan het eind van de dag, als je je laptop dicht doet, wat wil je bereikt hebben? En je moet er altijd voor zorgen dat je een aantal actiepunten, en het liefst maak ik die al de dag van tevoren, zodat ik al weet waar ik mee aan de slag kan gaan. En hoeveel actiepunten maak je dan? 15 punten die ik wel standaard in mijn hoofd heb zitten, en 5 punten over het algemeen waarvan ik zeg, ja, die wil ik gedaan hebben. 5 punten en niet meer, want anders raak je overspoeld. Anders, ja, wat ik zelf altijd
zeg dan, ja, mensen denken dat ze kunnen multitasken. Want ik geloof daar niet zo in, multitasken. Multitasken betekent dat je twee dingen doet. En dat je twee dingen eigenlijk niet volledig geconcentreerd doet, dus minder goed. En ik betrap mezelf er vaak op, hoor, dat ik probeer multitasken. Alleen dan krijg je dingen nog net niet goed genoeg gedaan. En ik zou er zeker niet meer, alles wat meer dan vijf, en wat erop staat en wat lukt, dat is mooi meegenomen. Zijn er nog andere rituelen die je hebt om bijvoorbeeld te zorgen dat je in een hele positieve mindset komt? Hè? Je gaf al aan dat je gaat sporten. Ja. Je schrijft je doelen op. Zijn er nog andere bijvoorbeeld rituelen die je hebt? Nou ja, rituelen. Wat ik merk is, ja, successen vieren. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je, ik ben iemand die toch al snel 's ochtends en 's avonds aan het werk is. Ik merk dat je jezelf ook af en toe die vrijheid moet geven om eventjes nergens aan te denken. Dat geeft je weer een stukje energie vanuit een andere hoek. Ja, wat ik aangeef, successen vieren, dat is belangrijk. Want aan de ene zijde, als je tegenslagen hebt, moet je af en toe ook het gevoel hebben dat je goed bezig bent. En dat is net zo belangrijk. Ja, en daarop volgend. Kan je ons ook meenemen naar het moment waarbij je wist van, ik ben op de goede weg. Een soort aha-moment, dat je wist, dit gaat werken. Nou, eigenlijk, ja, dat test ik af en toe met mijn blogs, als dat wordt gewaardeerd. Dan merk ik van, dat is een bepaalde inzicht die ik heb gehad. En blijkbaar delen andere mensen of bedrijven dat ook met mij. En ja, wat ik ook zie, is dat ik bij... ik ben heel veel bezig met de informatie in een trechter aan het gooien voor mezelf. En dan kijken, is dit het juiste? En al je eigen kennis, je vergeet heel snel dat je bepaalde kennis hebt. En als je dan bij een klant of potentiële klant zit en je vertelt wat je weet, dan kom je er snel achter van, ja, niet iedereen heeft die kennis op dat gebied die ik wel heb. Dus ja, dat is echt wel een toegevoegde waarde die je dan kan geven aan het bedrijf. En dat merk je tijdens een gesprek. Tijdens een acquisitiegesprek. En dan zie je eigenlijk dat je op de goede weg bent ook. Dus dat is gewoon een kwestie van het gesprek aangaan en doen. Ja, dat is ook zo. Hè? Want je doet heel veel kennis op. En dan denk je van, ja, voor jou is het normaal. Ja. Maar ja, andere mensen zijn met hele andere dingen bezig. Klopt. En dat vergeet je inderdaad. Dat heb ik ook wel eens. En dan praat je met iemand. En dan noem je bepaalde namen bijvoorbeeld. En dan vergeet ik, nou ik dan. Oh ja, die mensen luisteren helemaal niet naar die internetmarketers bijvoorbeeld. Ja, maar zo is het wat voor jou normaal is met de podcast. En ja, wij luisteren gewoon nog tijdens het, bij wijze van spreken, tijdens het rennen, luisteren wij allemaal muziek. Terwijl jij de podcast luistert en je weer informatie. En dat is weer zoveel waardevol om bepaalde kennis op die manier dan te delen. Om maar met iets kleins te benoemen. Ja, dat is misschien ook meteen ook tijdsbesparing voor het lezen van al die blogs, hè? Ja, zeker. Ja, ik ga er mijn voordeel wel weer mee doen. Ja, ik spreid het woord. Ja, top. Zeg Gideon, even schakelen. Wat is nou het beste advies wat je ooit hebt gekregen? Beste advies? Nou, wat ik standaard hanteer, en ooit iemand heeft het tegen me gezegd, delen is vermenigvuldigen. En dat is vooral in het ondernemerschap, zie ik dat heel erg terug. Je moet mensen iets gunnen. Mensen moeten jou iets gunnen. En met elkaar kan je dan veel meer bereiken dan als je het in je eentje doet. Dus als ik een klant heb, dan moet ik niet denken van, oh, als ik hem voor mezelf hou, dan heb ik al het geld voor mezelf. Maar ik moet ook denken, oké, als ik die specialist laat aanhaken, dan delen we het geld. Maar dan zijn we wel van meerwaarde en bespaart je ook weer tijd. Dan zal een klant zo tevredener zijn, waardoor die ook sneller geneigd is om een vervolgopdracht te doen of je aanbevelen bij iemand anders. Dus mijn advies is delen is vermenigvuldigen. Ah, mooi advies. Zijn er nog blogs of boeken of software wat je wil aanbevelen aan de luisteraars? Grappig is dat ik toevallig 2 maanden geleden zat ik achter de computer, zat ik bij Groupon, omdat het een affiliate partij is. En toen zag ik een online marketingcursus. En eigenlijk vanuit mijn huidige bedrijf om eens te zien wat zoiets doet, heb ik het aangeschaft. Het was €40. En dat was een complete online cursus. 2 keer in de week achter je laptop zitten en in een soort van online klas zitten. En daar krijg ik zoveel inspiratie en inzichten weer in, die weer anders zijn dan mijn huidige inzichten. Dat vond ik wel heel, heel grappig. En dat had ik van tevoren dat ik het nooit verwacht. Terwijl ik ook al een IMB-opleiding bijvoorbeeld heb gedaan. Wat
ja, qua prijs niet te vergelijken is, maar wat misschien qua inzichten bijna net zoveel opdoet. Ja, omdat... ja, en wat is de naam? Ja, dat was van Shaw Academy. Ja, ze geven zelf aan dat het bij Groupon van 1000 euro naar 40 euro is. Maar ja, volgens mij luister je naar een cassettebandje, om het zo maar te zeggen, met de presentaties. Maar het is, dat maakt eigenlijk op dat moment helemaal niet uit. Dat maakte mij niks uit, omdat ik... het gaf me gewoon goede inzichten over online marketing. Elke les was weer een ander hoofdstuk. Zat je social media, affiliate, bannering. En het is zo waardevol. En daardoor ben ik ook nog veel meer gaan werken met softwares zoals HubSpot. Wat ik nu wel een interessante partij vind. Omdat dat weer voor zorgt dat je ook je DM's als marketing tool up-to-date kan hebben. Maar ook je social media inzichtelijk. Voor mij is... Nou, ga ik toch even vragen wat DM's zijn. Sorry. Is dat direct messaging? IDM eigenlijk, e-mail marketing. Oh. Ja, dus het is allemaal wat... eigenlijk bedoelde ik daar een e-mail marketing mee. Oh, oké. Okay. Want DM's heb je natuurlijk ook met Twitter, dat je een direct message stuurt. Ja, ik was even niet zo in thuis, maar dankjewel. Ja, sorry. Ik zal voor de luisteraars de linkjes zet ik allemaal in de show notes. Ja, en uiteraard Google Analytics, daar kan je eigenlijk niet meer zonder. Dat is je hele dashboard en hoe je je website moet besturen. Ja, en dat is gratis. Dus, ideaal. Ja, dat is het ook. En wat ik zelf ervaar is, er zijn heel veel aanbieders van software. En net zoals eigenlijk heel veel magazines zijn. Ik lees de Marketing Tribune en e-mails. Maar wat ik al zei, wordt overspoeld aan informatie. En daar moet je focus in hebben. En dat is ook met software. Je kan er een paar proberen. De meeste bieden wel een maand gratis aan. Maar uiteindelijk moet je gewoon focussen op degene die het beste bij jou past. En er eentje uitkiezen. Oké, okay. Dan heb je nog een bepaald blog wat jij zegt van volg dat. Nee. Behalve die van jou. Ja, exact. Ja, kijk, ik blog op de adformatie. Verder, ja, ik heb niet een speciale blog nu. Ik nu 1, 2, 3 kan opnoemen. Ik probeer echt mijn informatie. Wat ik eigenlijk als blog het meest gebruik, is niet meer een website, maar dat is op LinkedIn. Dat zijn de nieuwsberichten op LinkedIn. Daar ben ik bij Groups aangesloten. En daar zie ik ook de internationale en zie ook gelijk de reacties erop. Ja, zo haal ik eigenlijk veel informatie. Oké, mooi. Ja, want wij hebben ook een eigen LinkedIn group. Gideon, ja. Laatste vraag die ik ga stellen. Ja. Stel nou, je moet weer opnieuw beginnen. Je had alleen maar een laptop, internetverbinding en 500 euro. Welke stappen zou je dan zetten? Ja, nou ja, dat is eigenlijk exact zoals ik ben begonnen. Ik weet niet hoe hetzelfde gaat, maar ja, wellicht zou ik de dingen die ik nu verkeerd heb, of tenminste waar ik uit heb geleerd, zou ik misschien iets anders doen, maar ongeveer hetzelfde. En wat ik zelf nog wel als krachtige tool ervaar, en daar kwam ik pas ook na een tijdje achter, omdat ik met mijn eigen online marketing tools bezig ben, is gewoon cold calling. Van bedrijven zoeken en opbellen. Want tegenwoordig is dat denk ik nog krachtiger dan wat dat vroeger was. Tegenwoordig springt iedereen maar in de laptop, in de mobiele telefoon en stuurt mailtjes. Probeert op andere manieren via Twitter het bedrijf binnen te halen. Maar wat ik zelf heb gemaakt is meegemaakt of ervaren, is dat cold calling toch wel zijn kracht heeft. Dan zeg je me wat. Dus aangezien iedereen nu zit te mailen, is cold calling, nu ben je daar ineens weer uniek in? Ja, kijk, ik denk dat het idee erachter, want ik heb wel de tools. Ik heb namelijk inzichtelijk voor mezelf gemaakt welke bedrijven kijken op mijn website. Zit daar interessante bedrijven bij? Dan probeer ik die, in plaats van te mailen, probeer ik die te bellen. Meestal na een belafspraak probeer je nog een e-mail te sturen achteraf. En daarmee ga je weer traceren. Dus je combineert de marketing met de sales. Want dan ga ik kijken, van kijk zo nog een keer op mijn website, na aanleiding van mijn mail. Klik eens op bepaalde linkjes. Dus ik probeer, eigenlijk heb ik daar een strategie achter gelegd. Zodat ik wel met de marketing tools erbij nog beter acquisitie kan voeren. Ik vind het een hele goede tip. Ik zou ook eens kijken wat ik daarmee kan doen. Ja. Graag gedaan. Ja, leuk, mooi. Dus ja.
met die 500 euro, ik zou een telefoon kopen en bel te goed. Of bellen via Skype, nog goedkoper. Ja, zeker waar. Dat is ook optimaal. Ja, zeg Gideon. Hoe kunnen mensen het beste met jou in contact komen? Welke website, welk kanaal kunnen ze het beste kiezen? Ja, het makkelijkste is toch, vind ik, ja, mijn telefoon staat altijd aan om te bellen. Maar anders zou ik de klant of potentiële klanten of mensen die met mij in contact willen komen, toch verwijzen naar gtail.com. Oké, okay, perfect. Nou, ik zal de linkjes in de show notes zetten. Ja, Gideon, echt superleuk om met jou te praten als passievolle retail marketer die bergen beklimt en samen met de Iceman rondhangt. Wat zeg je? We hebben het over veel dingen gehad. Ja, ja, tuurlijk. Maar ik ben ook heel geïnteresseerd. En, ik doe allemaal ideeën op. En de luisteraars ook. Dus zeer waardevol. Dus ik ga je zeker volgen. En ik hoop je in de toekomst weer te spreken. Ik ben benieuwd waar je bent over een jaar. Ja, top Alex. En dat was hem alweer. Ik hoop dat jullie ook ernstig geïnspireerd zijn geraakt. Ik zeker wel. Ga naar www.ondernemerspassie.nl/iTunes om een mooie review achter te laten. Je kunt ook gaan naar de website om alle linkjes te vinden waar we het over hebben gehad. Bedankt voor het luisteren en ik spreek jullie volgende week.